Hey Sari, hallo. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Beter dan ooit. Beter dan ooit, hè? Nou, we zagen je al stralen in het doel. Maar nu hier, want jij komt uit Nieuwegein. Ja. Nou, hoe is het als je hier het podium op klimt en zoveel mensen ziet staan? Ja, dit is echt bizar. Ik woon hier vlakbij. Ik woon in Utrecht. En ja, als je dit dan ziet, zoveel mensen. Jij kent alles. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ik kan gewoon niet beschrijven hoe het voelt en wat dat met je doet. Maar had je ooit verwacht dat het vrouwenvoetbal dit jaar zoveel op ging leveren? Zoveel enthousiasme op ging wekken? Nee, nooit. Kijk, tuurlijk, ik weet hoe hard wij ervoor gewerkt hebben. Iedereen heeft zijn eigen pad gevolgd, maar iedereen heeft echt keihard gewerkt. Maar dat het uiteindelijk zo uitpakt en dat alles klopt en dat je hier Europees kampioen wordt. Europees kampioen, dat is gewoon echt niet te beseffen, maar ja, dat is echt ongelooflijk. En gisteren gingen bij ons natuurlijk de camera's uit, hè, nadat jullie de beker in ontvangst hadden genomen. Maar hoe is het feestje doorgegaan? Ja, heel goed. We hebben echt heel hard gefeest. En ja, de ontlading was gewoon heel groot. Ja, we hebben natuurlijk ook echt hartstikke veel gelaten. En ja, we hebben echt keihard gewerkt. En een toernooi is gewoon emotioneel echt een rollercoaster. Maar ja, dat je het zo af mag sluiten, dat is echt fantastisch. En hoe gaat de rest van de avond eruit zien? Ik heb geen idee, maar we laten alles op ons afkomen. Ja, mooier dan dit kan het eigenlijk niet meer worden, want dit is echt fantastisch. Nee, inderdaad, dit was een droom die werkelijkheid is geworden. Wordt ondertussen even aan me getrokken aan alle kanten. Maar wat is je volgende uitdaging? Ik weet niet. Ik wil alleen maar genieten nu. Dat is alles wat ik wil. Helemaal goed. Dankjewel, hè.